Dit is Papa Alfa 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 april 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag na de morsen is er heel korte data in 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. Verder is er een prachtig SSTV plaatje in PD 50. De foto's in SSTV met PD 50 kun je eenvoudig bekijken op een Android of een iPhone of iPad door simpel de microfoon voor de speaker van je zendontvanger te houden. Heel gedetailleerde info over iPhone en iPad heb ik niet. Voor Android kun je gebruik maken van de app Robot 36 die in Google Play, de App Store van Android, te verkrijgen is, gratis. Via de settings bovenaan, rechtsbovenaan, kun je de mode instellen. Kies dan eerst PD-modus en dan PD 50. Als je de app opstart en het beeld links beweegt, of ja, het hangt een beetje vanaf hoe je de telefoon houdt, dat kan ook boven staan. Maar als in ieder geval het lijkt alsof er een plaatje binnenkomt met ruis, dan moet je dit eerst met de play-knop bovenaan stopzetten. En zodra dan het plaatje begint, kun je met diezelfde knop opnieuw de afbeelding starten. Met de microfoon voor de speaker, het hoeft niet eens zo heel dicht voor de speaker, kun je zo het geluid van PI2 NOS omzetten naar een fotootje. Het is trouwens mogelijk dat je na de installatie van de app eerst 1 of 2 keer je telefoon moet laten rebooten om hem helemaal goed te laten werken. Ik heb iemand gesproken bij wie dat het geval was. Er is trouwens ook een app SSTV encoder waarmee je eenvoudig SSTV kunt uitzenden. Je kunt daarmee tekst uitzenden, maar bijvoorbeeld ook foto's die je met je Android hebt gemaakt of die op het apparaat zijn opgeslagen. Om dit te doen moet je naar de toepassing gaan waar de gewenste foto is opgeslagen, bijvoorbeeld album of gallery of de fotocamera app. Klik vervolgens op share of op delen en kies in de lijst met opties waar bijvoorbeeld ook Bluetooth en e-mail staat de optie SSTV encoder. Vervolgens kun je de gewenste modus kiezen, bijvoorbeeld PD50 weer. Hè. En dan met de play-knop bovenaan kun je de afbeelding vervolgens via de speaker van je telefoon uitzenden. Deze tekst met uitleg zal ik straks ook op panelete.nl zetten en ik zal ook enkele testplaatjes in SSTV op de site plaatsen. Op het SSTV-plaatje van vandaag zijn trouwens de werkzaamheden te zien aan een tweetal antennes op het ISS. Een van die twee antennes is de antenne voor amateurfrequenties van het ruimtestation. De bijbehorende tekst bij die foto in het Engels zit in de data 8 PSK 1000 bij 1500 Hz bij deze uitzending. Roemenië laat amateurs heel voorzichtig kennis maken met de 5 MHz band. Het Roemeense bandje is slechts 3 kHz groot en het mag een jaar lang gebruikt worden. Toegestaan zijn CW, PSK, RTTY en WSJT. Geen telefonie dus en het maximum zendvermogen is 15 watt EIRP. In de week dat Microsoft loopt te snoeven dat Windows 10 niet alleen een platform is voor computers en smartphones, maar ook voor lantaarnpalen, koelkasten en auto's, waarschuwt de Duitse overheid ongetwijfeld toevalligerwijs voor het gevaar van auto-ongelukken die veroorzaakt worden door hackers. Het hoofd van het Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, Arne Schönbaum, waarschuwt in een interview dat in de VS auto's al succesvol zijn gehackt. Vandaaruit is het volgens Schönbaum nog maar een kleine stap om de remmen van zijn voertuig te manipuleren. Dit volgens de website security.nl. De site webwereld.nl heeft verder een lijst van o zo handige apparaten en gadgets die verboden zijn. Als eerste wordt in het artikel de jammer genoemd, die kennelijk pas in 1999 Europa-wijd werd verboden. De Galaxy Tab 10.1 tablet van Samsung is in enkele landen een poosje verboden geweest vanwege inbreuk op de patenten van Apple. Verder is er de radardetector waarvan het bezit in Nederland niet verboden is, maar het gebruik wel. Dat is nummer 3 op de lijst. Nummer 4 is de FM-piratenzender. Ja, jammer, maar het bezit daarvan is dus verboden. Nou, het bezit. Het gebruik daarvan is verboden. De kleine zendertjes voor in de auto om een MP3 via de autoradio af te spelen is, mits het een goedgekeurd exemplaar betreft, volgens het artikel sinds 2008 wel toegestaan. Nog niet verboden, maar wel bijna, is de Mosquito. Een apparaat dat door een irritante hoge toon die je boven de 25 moeilijk nog kunt horen, om jongeren weg te jagen, die staat aan veel kritiek bloot. Zo is het apparaat bijvoorbeeld discriminerend, omdat niet alleen lastige jongeren worden weggejaagd. De IMSI Catcher, een man-in-the-middle methode om gsm-verkeer in de omgeving af te luisteren, is ook al verboden. Een IMSI Catcher doet zich voor als een zendmast binnen het mobiel netwerk en het verkeer van mensen die zo onterecht via de catcher bellen, wordt daarbij onderschept. De stun gun of taser is ook al een apparaat dat verboden is. Ja, alle leuke dingen mogen niet. Datzelfde geldt overigens voor de meest krachtige variant van de laserpointer, ooit vrijelijk te koop. Apparaten met minder laserpower zijn nog wel toegestaan. Verboden zijn verder nog de zogenaamde modchips om spelcomputers te kunnen misleiden, zodat er gekopieerde games op te spelen zijn. Ja, en dan nu deel 6 van de serie over antennes. Deel 6 gaat over de kabel of voedingslijn die je voor je antenne gebruikt. De
antenne moet gevoed worden met coax of met een open lijn. Er zijn overigens nog wel meer mogelijkheden, zoals een afgestemde voedingslijn, een enkelvoudige draad en ook een golfpijp natuurlijk. In de ideale situatie zet je de tuner het liefst zo dicht mogelijk tegen de antenne aan. Van de coax of de open lijn weet je gewoonlijk namelijk zeker dat die een goede aanpassing op de zendontvanger heeft, zodat een misaanpassing in impedantie en reactantie zich dus op het koppelpunt tussen de aangesloten kabel en de antenne moet bevinden. Daar hoort de tuner dus eigenlijk te zitten. Dat heeft echter zo zijn complicaties. Telkens naar de antennetuner op het dak klimmen om je antenne af te stemmen als je naar een andere frequentie gaat, is niet zo'n heel praktische oplossing. En op afstand bedienbare of automatische antennetuners zijn doorgaans duur, zeker als ze waterdicht zijn. Bovendien zul je meestal meerdere korte golfantennes hebben waarvoor je die tuner wilt gebruiken. En om nou voor iedere nieuwe antenne ook weer een waterdichte tuner te kopen, is al helemaal een dure grap. Geen tuner dan maar. Ja, dat hangt ervan af hoe erg de misaanpassing is. Een kleine misaanpassing kan helemaal geen kwaad. Boven een SWR van 1 of 2 ga je toch de verliezen wel merken. Hè? En bij een nog slechtere SWR kunnen sommige zenders die geen beveiliging hebben schade oplopen. De meeste apparaten die wel beveiligd zijn, regelen het vermogen terug, vaak al van 1 op 1,5. En sommige zenders die schakelen bij een slechte SWR gewoon uit. Een belangrijk nadeel van een slechte aanpassing is ook dat een zender niet meer aan de eisen voor een schoon signaal voldoet. Dat is een argument wat weinig bekeken wordt, maar het kan in sommige gevallen zo erg zijn dat er bij een slechte staande golfverhouding flinke storing wordt veroorzaakt. Werken met een heel slechte SWR is dus eigenlijk niet een optie. Wel een tuner gebruiken dus. Ja, net als hiervoor geldt dat een geringe misaanpassing dus niet zo'n groot probleem betekent. Eigenlijk maakt het niet eens veel uit of je daarbij nu wel of niet een tuner gebruikt. En al helemaal als er na de tuner eerst nog een stuk coax zit. En voor een grotere misaanpassing, nou, zoals in het begin van het artikel bleek, zorgt de tuner ervoor dat het stuk voedingslijn tussen zender en antennetuner goed afgestemd is. Zo zorg je er in ieder geval voor dat je zender de juiste aanpassing ziet. Hierdoor geeft hij geen onnodige stoorsignalen af, regelt hij niet terug en gaat ook niet door de misaanpassing kapot. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.